Deze beschouwing die gaat over racisme. Het is het vervolg op de vorige. Um, die gaat in over op racisme en slavernij. Dit gaat over racisme en DNA. Kijk, er het gezicht. Dat je dan, eh, als je blauwe ogen hebt en je gaat eh, seks hebben met iemand en die heeft geen blauwe ogen, dan is er maar een kwart kans dat eh, het kind blauwe ogen krijgt. En ook het verhaal van, best <laughs> <Dat is> grappig. <laughs> In onze familie heeft iedereen blauw, grijs, groene ogen. Behalve met tante Til. Ja, zei met tante Til. Ik verdenk mijn moeder ervan dat ze misschien wel stiekem seks heeft gehad met een andere man. Mm. En ik tegen mijn tante Til van ja, nee, hallo. kan je niet denken. Ja, zei ze, maar dat moet wel. Het antwoord is, dat moet helemaal niet. Hoe kom je erbij? Ja, het is wel toevallig. Hoe kom je erbij? Ja, als je met een dobbelsteen gooit... dan krijg je niet elke keer een zes. Maar dan, dan gooi je met een dobbelsteen en dan krijg je een zes... En dan, oh, oh nee, we hebben een zes gegroeid. En wat is DNA? In de 20e eeuw. Is men verder gegaan met het vraagstuk van de 19e eeuw. En dat vraagstuk behelste: Hoe kan alles waaruit zich vanzelf beginnen te bewegen? Waar komt leven vandaan? Wat is daar de oorzaak van? Huh? De Newton had mooi beschreven dat je. de maan en de aarde. die kan je rustig zien als twee sferen. ongeveer perfecte bollen. En die hebben een massa. En massa is iets dat kan je meten. Dat druk je uit in Newton. En de. Dan heb je de kilogrammen. En de kilogrammen hier op aarde. Die zijn hoger dan de kilogrammen op de maan. Het is jammer dat ze dat experiment nooit hebben gedaan. Ze zijn vier keer naar de maan gegaan. Maar ze hebben nooit aan ons laten zien. Dat ze in Houston, Texas. Een kilo. Nou, een kilo is misschien wat zwaar. Maar dat ze voor mijn part een. Uh... Een reserve ruimtevaarthelm. En die, die reserve ruimtevaarthelm. die moesten ze toch bij zich hebben. He. En dat ze die wegen in Houston. en dat er ook een sticker op zit. met dat ik precies dat serienummer kan zien. van die ene ruimtevaarthelm. Mooi in beeld, even over nadenken. Een goede weegschaal eronder. Een weegschaal die heel simpel is. En makkelijk inklapbaar. want diezelfde weegschaal die gaat mee naar de maan. En dan gaan we op de maan, gaan we die gezervenhelm opnieuw wegen. En dan begrijpen we allemaal wat Isaac Newton bedoelde. Anyway, dat was Newton. Er zijn meerdere vraagstukken. Zoals het vraagstuk, waar komt het leven vandaan? Nou, er is een belachelijke theorie. En die is van. De, de, de meest stomme theorie ter wereld. Was het. De Dawkin, denk ik. Dat is een, een 20ste eeuwse Darwin. Darwin was degene die zei: Nou, kijk, uh, het is, uh, kijk hebt, uiteindelijk heb je ja, qua afmeting of helemaal niks of zo. Maar, de, de, alles, uh, ja, alles kan een keer. Hè? Alles kan een keer. En toen kon leven, en ja, dat kan dus ook. Hè? Want kijk, er is dus leven. En uh, nou, dan kan ik alleen maar concluderen: ooit kon het. En toen is het toevallig ontstaan. Maar nou, ooit kon het. En daarvoor kon het niet. Maar uh, toen het plotseling kon, uh, was het heel toevallig dat dat uh, tot stand kwam. En dan Oh, uh, wow. nee, maar nu kan het. En toen kwam leven. Dus alles is per toeval. Dat zegt dan uh, Darwin. Dan moet ik er ook gelijk bij vertellen dat Darwin. Dat is een teller van een aristocratische familie. En aristocraten, dat zijn mensen die zijn zo rijk dat jij dat niet mag zien. Je zou je niet kunnen gehouden aan het tiende gebod, denken zij. Zij zijn ervan overtuigd dat als wij zien hoe ontzettend rijk zij zijn. dat, dat wij er met z'n allen binnenkomen wandelen of zo. Ze houden dat angstvallig verborgen voor ons. met hoe rijk ze zijn. Maar je hoeft maar naar de tv te kijken. of naar Netflix te kijken. en hoe al die woningen eruit zien. waar al die spannende detective-series zich afspelen. met uitzichten op baaien van oceanen. Over die lui heb ik het. Dat is de aristocratie. Dat zijn de meelopers van de antichrist. Om het beestje maar even bij zijn naam te noemen. Kijk, in die familie Darwin, die stond onder de controle van de antichrist en de familie Darwin, hun telgen. Die Darwin-familie was een clan, hè? Die had overal landen rijden en bedienden. En dan had je de familie Wedgewood. En die had de patent op de, dat porselein. Niet dat die familie zelf porselein schaaltjes bakte. Nee, dat lieten ze doen in de, in de reddition... Wij hebben allemaal die porseleinen schalen en alles lopen bakken. Handgeschilderd, hè? Dat is kwaliteit, man. Ik weet het, want mijn moeder was echt verzot op. Fijn, vies. Ik heb alleen maar een lelijke herinnering aan de familie Wedgwood, Namelijk in die zin dat die borden die zijn tering duur. Dus als je dan met je zus staat af te wassen. En er valt weer... Zo'n zo bord, dat die, 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 die kan niet zo vaak in de vaat. Eigenlijk moet je zo'n bord... bord voor bord apart schoon spoelen. Je mag niet zo'n bord... In je afwasbak doen. En dan ook nog. De jus kom eroverheen. Want dan gaat tegen elkaar knarsen en dingen ze. En dan Dat gaat... de porselein. Dat heeft niet de kwaliteit. van een gemiddeld huishoudbord. van de Hema. Ja, die gaan niet kapot. Maar de porselein van Wedgwood wel, hè. Ja, want dat is handgeschilderd. En ja, snap je? Nou, en de familie Darwin. Van het fijne boek. De herkomst. Van soorten. Die mochten alleen maar voortplanten. met. Uh, telgen van de familie Wedgwood. Snap je? Je moet je even voorstellen dat jij zit in de familie. en allemaal lekker, allemaal gezellig. allemaal bediende. een hele grote tuin. met een bomen. alles wat je maar wil, hè? En een beste aardige moeder. Hè? En dat er dan wordt gezegd: van nou ja, je was zo dadelijk je 18 en dan heb je al een idee. Maar je dacht dachten zelf: uh, Justine. En als je dat dan met een ander deed, dan mag wel. Maar dan, dat telt niet mee. Dus jij een concubine wil voor de seks, dan moet je doen. Maar dat nageslacht telt niet mee. Snap je? En er wordt dan, dan tegen zo iemand, een jongetje stel... een jongetje uit de familie Darwin wordt dan gezegd... van ja, kijk, dus je, je moet dan... ja, die of die of die, maar ga maar kennis maken. En dan jouw kinderen, dat is allemaal ingepland. En dat komt allemaal goed. Maar dan moet je wel naar ons luisteren. En niet gekke dingen gaan doen. Zoals prinses Diana van Engeland... Want dan maken we je af. Zij een beetje lopen schimpen met zijn een of andere Saoedi-Arabiër. Nee, dat gaan we niet doen. Straks komen de kinderen van. Zo denken die la. En ze hebben een punt. Kijk, in de 20e eeuw, in die 19e eeuw, met, uh, waar komt leven vandaan? En dan is de oplossing van Darwin, dat is van ja, daar moet je je geen zorgen over maken, dat gebeurt altijd. Want het is gebeurd. En omdat het gebeurd is, daarom gebeurt het altijd. Het is een kwestie van tijd, maar als er niks gebeurt, dan staat de tijd stil, dus heb je oneindig veel tijd. Dus er gebeurt het altijd. Dat is de verklaring van daarbinnen. Die is te gek voor woorden. Er is ook een verklaring geweest en die zei: dat als je graan hebt, dan ontstaan automatisch door de aantrekkingskracht van dat graan ontstaan er knaagdieren omdat gaan, dat kan makkelijk geknaagd worden. Dus dan komen er knaagdieren. Dus je, je creëert. Uh, de, de, dus, dus de materie. in zijn heerlijkheid. Dan heb je hele lekkere materie. En dan gaat er gelijk een uh, leven op af. Serieus? Dat is geen geintje. Hè? Jij zou nu denken. ze waren gek in de 19e eeuw. En ik zeg je, nee. Ze. Uh, dat is de pot verwijt de ketel. Dat hij zwart ziet. Ze waren in de 19e eeuw net te gek. En wij zouden dat moeten herkennen, want wij zijn het zelf nu ook. Dus, t, t, t. Dan praat je allebei, Frans. DNA, goed bij de les blijven. Er is die theorie van Dawkins en die zegt Dawkins en die zegt het leven is niets meer dan DNA. Het is DNA dat zich voortplant. En wij aan de buitenkant zijn een omhulsel van ons innerlijke DNA. Dus het hele universum is niets meer dan een DNA-producerend apparaat. En wij zitten daar als een soort buitenlaagje omheen. En dan doen we maar lekker wat. Als ons DNA maar doorgaat. Dat, heet, dat boek heet The Selfish Gene. het ik niet, egocentrische, ja, het egocentrische, het etrocent, de het, het egocentrische DNA, denk ik. Je DNA zit dan vol met genen. En daar zitten hele egocentrische genen tussen. En die egocentrische genen, heb jij er helemaal niks mee te maken. Maar die egocentrische genen, die planten zich voort. Dat is Dawkins. Of Dawkins Typisch een voorbeeld van een man die je niet op de brandstapel moet doen, want dat stinkt. Straks gaat er nog een lammetje dood. Aan de longontsteking. Laat die man in hemelsnaam... Iets anders. Waar we geen last van hebben. En dat hij... Die... Het zou mooi zijn... Dat is denk ik niet haalbaar. Het zou mooi zijn... Als hij eerlijk opbiegt van... Ja, ik kon helemaal niks... En toen zag ik dat jullie heel dom waren. En toen heb ik een ontzettend stom boek gegeven, geschreven. En dan ben ik daarna gaan doorzeuren over het verschil tussen walvissen en dolfijnen. En de verplaatsing van het luchtgat. En voor de rest heb ik daar helemaal niks gedaan. ik ben eigenlijk net zo schuldig als Charles Darwin in het verspreiden van onzin. Het oordeel is duidelijk. Prut rapen we op en smijten we weg. Met handschoentjes aan, natuurlijk. En bukken. Wegvegen, opruimen en net doen alsof het er nooit geweest is. Ik hoop dat er snel een tijd aankomt waarin mensen niet meer spreken over dat er een man is geweest. Allah Darwin of Dawkin. Je maakt je kinderen er alleen maar onrustig mee. DNA, wat is dat? Ja, je vertel je het mij maar. Ja, want als je, kijk, als je kijk, als twee blanke mensen... als die dan gelopen wipperen... dan, dan krijg je een blank kind. Dat is niet per se waar. Het zou ook in Afrika worden... Ja, mensen met een lichtere tint geboren. De albino's. Het schijnt zo te zijn dat als je in Afrika, in sommige contraijen, als je als albino wordt geboren, dan is je lot gelijk aan een dochter van een satanistische. Ja, dan word je geofferd. Die, die, die verhalen kennen we. En die mensen die dat dus doen, dan wordt een albino geboren. Dan beschouwen ze dat daadwerkelijk als: oh, dit was niet goed, dit kan echt helemaal niet. En dan doen ze echt heel lelijk tegen zo'n mens. Die die worden niet oud. Hè? Dus je kan zeggen dat die contrarie daar in Afrika waar ze korte met te maken met albino's. Dat klopt helemaal niet. Die is veel te wit. En wit haar. En blauwe ogen. Die niet zo weer weg ermee. Dat gebeurt niet aan de lopende band, want het albino-effect. Hoe vaak je dat krijgt, is klein. En het is altijd. Je hebt altijd albino's. Je hebt het albino-effect. Ik heb een bleke huid en ik had vriendjes en die die waren in de winter hadden ze dezelfde kleur als ik en die liepen de zon in en die werden donkerbruin. Ja, dan moest ik eens proberen. Ik heb dat lelijk moeten bezuren en die vriendjes van mij, niet allemaal, maar sommigen... Ik had er helemaal nergens last van. Insmeren met olie? Waarom zijn ze? Je wordt bruin. Ah. Dus ik heb dan wat anders? En blauwe ogen zijn recessief. En ik denk ook een bleke huid dat het recessief is. Dus ik blijf erbij dat als je een blanke vrouw uh, uh, seks heeft met een negro man. Dan, uh, dan zijn die kinderen, die zijn echt. die hebben een teentje. En je kan het ook omdraaien. En dan hebben die kinderen een teentje. Dus er is wel iets met het DNA. Lijkt mij. Het is wel bepalend. En als uh, blanke mensen uh, ja, uh, seks gaan hebben met uh, donkere mensen... dan krijg je uiteindelijk koffiekleur. En dat is dus niet waar. Want je hebt het albino-effect. En dan begint alles weer overnieuw. Dus op het moment dat wij albino's niet meer gaan afslachten... Dat we zeggen, albino's mogen, albino lives matter, ja, albino's niet afslachten. Nou, gelukkig... de boel een beetje blank, lijkt mij. Of niet? Ja, ik kan er ook niks aan doen, blauwe ogen. Het is een grote kunst om als man met blauwe ogen, om seks te hebben met een vrouw met bruine ogen. En dat je een kind krijgt met blauwe ogen. Het is een grote kunst. Want blauwe ogen is recessief. Als de, de... Kortom, als de, de, bij de aaneensmelting van het DNA. Je, het DNA dat komt van die ene. Dat is niet een transgender, want transgenders kunnen geen kinderen krijgen. En dat is heel erg. En, en maar dat kan dus allemaal niet. Maar stel, je hebt de seks op een manier waar je kinderen van kan krijgen. Dat geeft een beetje zout en peper aan het gebeuren. Van nou, we gaan iets doen en dan zou je kinderen van kunnen krijgen. Dan heb je dan die, ik noem dat goede seks. En dan heb je seks om kinderen te krijgen en dan lukt het ook. Ja. Nou, en dan weten we zeker dat dan bij het DNA: dan heb je het vrouwelijk de, de DNA van, dat noem ik even de vrouw of de man in, de, degene met het eitje. Het eitje uh, splitst haar eigen DNA. En die ene kant wordt weggegooid, doet het toch niet toe. Hè? En het uh, mannetje wat binnengedrongen is, hè? dat is een spermatozoïde. Hè? Een van de 300.000, dus, zo'n man is niet zuinig. Hè? Dus, uh, een kwak heet dat, zijn <laughs> miljoenen, nou niet miljoen, maar er best veel. Meer dan de bevolking Arnhem, denk ik. Nou, en dan al die mannen... En die dringen dan naar binnen. Maar, en die gaan dus ook... Je, de helft gaat eraf. Die andere helft wordt weggegooid. Niet, doet niet toe, is gewoon afval. En dan... En dan gaan dus een En dan is het een keuze. die man heeft namelijk een X en een Y. En die vrouw niet. De vraag is, wordt die Ei, Die rechtse Ei? Die Y-ei, wordt, wordt, wordt die weggedaan? Een Griekse ei. Een Griekse ei. Dat is de Y. De epsilon. Wordt die epsilon weggedaan? Of het kruis? En aan, de, aan het vrouwtjeskant gebeuren... is het altijd hetzelfde. Dat is XX. Maar mannen zijn asymmetrisch. In hun DNA. Per definitie. Dat is vastgesteld. Zie je genetische informatie. Dus iemand kan wel zeggen: ja, je zou graag een maatschappelijke rol willen hebben die beter past bij mijn uh, gevoel. Ik zou graag willen dat iedereen uh, mij niet meer aanspreekt als uh, vrouwtje, maar als man. Ik zou willen dat iedereen mij behandelt als dat ik een man ben. Ik kan me trouwens herinneren dat ik een documentaire heb gezien. Een documentaire film, zo je dat Dat was een film, dus echt helemaal gemaakt. Met een cameraploeg. Hè, en daar naartoe. Naar uh, Mohammedanenland. Uh, wat ze ingepikt hebben in Joegoslavië. Ik heb het over racisme. En dus, uh, En DNA. En dat is een in Mohammedanenland ingepikt. En dan gaat er een Europese cameraploeg naartoe om dan uh, heel veel positieve dingen te zeggen over die Mohammedanen. En waar ging het om? Nou, uh, er waren mannen aan het werk. En er was ook iemand aan het werk. En die zag eruit als een man. En dat was een vrouw. Geen hoofddoeken. En zij zeiden, en dat vond ik best indrukwekkend, hè? Zij zeiden, ja, kijk, je bent of in onze gemeenschap een man, en dan moet je ook met je schep, hè? En je hamer, en zo. Hè? Dat is allemaal best. Maar geen sieraden, geen dinges, geen geen hoofddoeken, nee, nee, nee. Dan kom je in je werkkleding en je haren zijn kort gekapt. Dan mag je komen. En je hebt van die mensen, die, die zien er heel mannelijk uit. Het zijn vrouwen, ze hebben geen grote borsten. Die willen werken. Maar die Mohammedanen daar was het geen probleem. Geen boerka, helemaal niks. Schoenen met platte solen omdat ik eruit ziet als dus al die andere kerels. Ik vind dat rechtvaardig. Dus, we hebben het over DNA. Je hebt een mannetje en een vrouwtje. En dat is noodzakelijk. Daar ontkom je niet aan. Je vindt dat ook terug in de natuur. Bij mensen kan je individuen hebben en die zeggen, ja ik ben een mannetje, maar eigenlijk ben ik een vrouwtje. Maar bij wietplanten heb je dat niet. Ja, bij planten heb je heel duidelijk de eenhuizige. En dat is een plant en die heeft een mannelijk orgaan, bloemdingers en vrouwelijk en die kan zichzelf bevruchten. En dat vinden de bijen zo leuk. Of er is een ander iets wat dat geinig maakt. En je hebt de twee huizigen: en dan heb je de mannetjesplant en de vrouwtjesplant. Wiet is daar een goed voorbeeld van. Iedereen haat mannetjesplanten. He, want die, die vrouwtjes, als, als die merken dat er een kereltje in de buurt staat... en dan gaat er en weer naar die vrouwtjes. Oké, okay, het is gebeurd. zijn dus al die, die, die vrouwenbloemetjes zijn dan bevrucht door dat mannetje. En dan krijg je niet meer zo... Je, je, je snapt het toch wel? Of moet ik op een cursus gaan sturen? DNA leren bij de, de wietcultuur. Ja, mannetjes planten en vrouwtjes planten... Bij, bij, bij mensen ook. En het is onmogelijk dat, uh, dat iemand uh, heeft. Zegt, ja, ik heb uh, ja, zaten. Uh, dat is allemaal mannetjes zaten. Maar eigenlijk is het vrouwtjeszaad. Ja, dat zou niemand geloven. Jojo. Kijk, mannetjes en vrouwtjes, dat is een ding het is vervelend. Het staat de gezelligheid in de weg. Want het is allemaal afleidingen. Eigenlijk wil je alleen maar zijn. DNA, daar zit dat mannetjes-vrouwtjes gebeuren in. Dat mannetjes-vrouwtjes gebeuren zit in je DNA. Ja, bij, bij iedereen toch? Je hebt die kant van je vader en die kant van je moeder. Maar goed in de gaten houden dat als je over dit soort ingewikkelde dingen als racisme en DNA gaat nadenken, dat je begint met een schone leest. Uh, uh, helemaal weg van al die idioterieën. Maar Femke Halsema met die verstijfde kaakspieren. die lult maar wat. En zo kom je er niet uit. De zaak. van het in leven blijven. is bijzonder serieus. En. men. verkiest het niet. dat jij je bezighoudt. met onbenulligheden, want daar heb je helemaal geen tijd voor. Je moet niet denken dat jij dezelfde tijd krijgt als mijn toetsenlijm. Je hebt maar zoveel jaar. En dan gebeurt het, of er gebeurt het helemaal niks. Dat, dat DNA dat laat ons voortplanten en is een informatiesysteem. En dat informatiesysteem is de herinnering van je ouders. En hun informatiesysteem was de herinnering van hun voorouders en zo weiter. Dat is de meuk waarmee jij het moet doen als mens. En er is de wil die wilde dat jij er was. En die wil, die wilde dat jij er was, want dat moet wel, want er is geen andere verklaring voor de aanwezigheid van jou, anders dan, dan dat jij gewild was. En waarom jij gewild was, dat is niet mijn probleem. Het is dus eerder jouw probleem. En die wil heeft daarbij gebruik gemaakt van een principe dat door ons niet te doorgronden is. Tot nu toe. En de verwachtingen voor de toekomst zijn niet best. Anders dan uitermate uh, absolutely no-go. En dat gaat dat niet worden. Einde oefening. Hou er maar mee op. Ja, maar Piggy, dan kan ik dus niet meer geloven in mensen in witte jassen. Dan ga je toch geloven in mensen met groene jassen. Tegenwoordig heb je mensen met zwarte jassen en dan gele strepen erop. Als jij wil geloven in een of ander kleurtje... Ja, we hebben het over racisme en DNA, snap je? We weten er helemaal niks van. En dat is in de 20e eeuw duidelijk geworden. In de 20e eeuw zijn er mensen geweest en die hebben experimenten gedaan en herhaald. En als je een experiment maar genoeg herhaalt en je krijgt steeds dezelfde uitkomst. En er is iemand in jouw publiek die zegt van. Je hebt het nou 27 keer gedaan, maar uh, yo, misschien uh, de volgende keer dan wel. En dan pak je de wet van Albert Einstein, de enige goede wet van hem. En die zegt dat als iemand iets dusdanig zegt. dan moet hij begeleiding krijgen. Van hoogopgeleide, welgetrainde vrouwen die hem begeleiden naar een sanatorium. Dat bedoel ik. Ja. Dus letterlijk hoor, heeft Einstein gezegd. Hetzelfde experiment blijven herhalen en dan de volgende keer toch een andere uitkomst verwachten, is een teken van idioterie. Hetzelfde experiment is herhaald en dan kwam iedere keer dezelfde uitkomst. Dus als jij een andere uitkomst verwacht, dan ben jij idioot. En die uitkomst is, is dat wat wij leven noemen en dat wat wij DNA noemen. Dat, dat zit heel anders in elkaar. DNA is zoiets als. Net als je computer. Als je mijn computer gebruikt, dan heb ik een gastaccount voor je en dan doet alles het. Dat komt omdat ik die computer heb ingericht. En dat is wat jij dagelijks doet met jouw DNA. Als ik iets moet doen, dan schrijf ik dat op in mijn computer. En dan zie ik dat weer en denk: oh ja, dat moest ik doen. DNA is het papier waarop jij verder schrijft waar jouw ouders gebleven zijn. Dus jij bent. De, het, het geschenk van de brief van je moeder, de brief van je vader, dat was alles wat ze wisten. Die twee brieven is geworden tot één brief en die stelt dan niks voor. En wat dat voorstelt, dat ben jij. En in eerste instantie weet jij er helemaal niks van. Dan word je geboren en dan denk je dat je ligt in, in een soort van. En rijst de papomgeving. Het enige wat je hoeft te doen is... En slurpen en zeuren. En dan begint die broei, snap je? En dan ga jij... Je eigen, jouw nieuwe DNA... Wat niemand kon voorspellen... Namelijk de brief van je moeder en de brief van je vader. Ja, die brief, die ben jij aan het schrijven en die geef je niet door aan een kind. Dat kan. Hé? Dat is dan niet erg, denk ik. Dan moet je het op een andere manier doorgeven aan. De, dat de kinderen iets moeten krijgen. Maar die boodschap moet goed zijn. En als die boodschap de, de, geïrriteerd is, of verveeld of de, dan staat dat dus in jouw brief. Dat is hoe het werkt. Dus het DNA is niet dicterend aan ons. Ja, het is een, uh, ja, je computer dicteert jou ook, maar jij bepaalt hoe die computer is ingericht en die computer informeert jou op de goede manier. Je DNA past zich de hele tijd aan. Ieder, iedereen heeft, alle mensen hebben net zoveel chromosomen. Recessieve factoren heb je dan. Uh, je kan wel kijken. Maar wat heb je eraan? Het gaat erom, wat is er actief? Dat bepaalt of je leeft. En ik zag dus dat filmpje waar ik de vorige van Racisme over begon. Van de negroïde mensen die dan een Winkel die thee verkocht. Dat het personeel werd uitgescholden. Want het punt was dat die thee. Dat was uh, negroïde. Dat was negroïde cultuur. Dat was cultuur uit Afrika. En die mensen die dat verkochten. in kartonnen bekertjes. met zo'n zo plastic cap erbovenop. Je kent het, dat is een soort McDonald's. En dan. Uh, ja, kennelijk negerthee. Ze verkochten negerthee. Dat is een Nederlands woord, negerthee. Dat zegt die vrouw. Hè? Dat zei die Negro wie de vrouw. Die Negerin. Dat is negerthee. En deze zaak wordt beheerd door spleetogen. Wat is dat voor een gedrag? Het. Hoe kan je nou denken dat? Die, hoe ga je dat nou denken? Ik geef je even te denken. Hoe kan je dat denken? Is het niet een moment om heel erg bij stil te staan? Dat er iets mis is met mensen die zo denken. Wij zijn hier op aarde om in leven te blijven, en alles wat wij doen, daarin danken wij. Daarin eren wij. Daarin prijzen wij. Als het feest is, dan zingen we een psalm. Gewoon voor de grap. By the rivers of Babylon. There we sit down. Yee, yeah, we, we remember Zion. By the rivers of. Dat is geen psalm, denk ik. Snap je, je moet leven terwijl je eert? Jij hebt je leven te danken? De wil, die wilde jou. Zit het DNA gebeuren? Je kan tegen de Heer God zeggen: Ja, jij was een grote kloos uh, Mijn moeder, was, uh, was een suiplap. En mijn vader, die, uh, die liep alleen maar uh, te kankeren. En dat is gemeen. Dat is meestal niet zo, hè? Meestal is het andersom, hè? Meestal is het de vader die loopt te suipen. En die moeder, die loopt te kankeren. Of niet? Anyway, jij bent eruit geboren. En dat DNA zit in jou. Op het moment. dat als je vader. als die jou, dat is precies hetzelfde. maar dan. Um, vier weken later of zo. Hij had het dan gepaald. Gepijld. Kijken hoe laat het is. En dan was jij heel anders geweest. En dan was je nog steeds de eerstgeborene geweest. En wel een andere. Tenzij je vader en je moeder helemaal zo, zo samen naar harmonie. Dan heb je een of andere onbevlekt ontvangen. En dan is het nog steeds aan jou om er wat van te maken. Maar voor de rest is ieder mens. Er zit een scheefheid in. Maar het hoort zo te zijn. Want anders leven we niet. Dus er moeten verschillen zijn. Dat is, en die verschillen moeten, wat wij dan denken, die ontstaan per toeval. En dat is niet zo. Als je kijkt naar een boom, dan kan je zeggen, ja, maar toevallig man. Ja, die ene tak ging naar rechts en de andere ging naar links. Maar dat is allemaal toevallig. Nee. Onder die boom zitten wortels. Die wortels lopen te zuigen. Zo'n boom is één grote zuigmachine. Die, die zuigen al die, die, die moleculen uit de aarde op. En al de zon ligt erin. een weer broei, broei, broei. Dat heeft geen enkele richting. behalve dat het hele systeem in stand gehouden moet worden. Dat geldt voor ons ook. En ja, en dan heb je negers. En we maken er wat. Wat doet dat toch toe? Voor jou, voor jou jezelf. He? Jij hebt je eigen verantwoordelijkheid. Die negers die zeggen dat ze benadeeld worden door onze overheid vanwege hun DNA. Ik zeg tegen die negers: uh, we worden hier allemaal benadeeld door onze overheid. Ja, maar wij hebben meer last van uh, jullie overheid dan jullie Nederlanders. Want jullie hebben het hartstikke fijn. En wij niet. Wij zijn ongelukkig. Het is net als onze levens er niet toe doen. Dan zeggen er al die mensen: ja, maar die levens van die boeren. die doen er ook helemaal niet toe. Onze overheid is er niet. Dat ze graag zoveel mogelijk van ons willen. Onze overheid is er om het aantal mensen te beperken. Begrijp dat nou. Ja, maar Piri, dit is, dit, is, dit is strijdig, jongen. Want uh, er zat toch ook, uh, gaat heen en uh, vermenigvuldigt u. En de overheid is toch van God? Hoe kan de overheid dan regelrecht ingaan tegen dat gebod? Goeie vraag, hè? Misschien is onze overheid wel helemaal niet bijbelgelovend. Misschien vindt onze overheid wel dat de Bijbel een boek is. Van ja, maar we luister, je hebt ook uh, Harry Potter gehad. En, uh, als je dat omdraait. Hè, als je Harry Potter omdraait. Hè, weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je uh, Harry Potter. Maar dan achter tevoren, snap je? Het is geheimtaal. Dus uh, H en de P, snap je? Harry Potter. Harry Potter, Harry Potter. En dan die H en die P ook nog omdraaien. Dan weet je wat er staat. Dat is Perry Hotter. En daarom uh, is dat ook een heel goed boek. Want Perry is Hotter. Perry is zo hot. Dus, uh, dan kon, uh, uh, kon die hugenoot die in de Achterhoek zette, Die Descartes. Die kon nog een puntje aan zuigen. De Bijbel is net zoiets als uh, Peri-Hotter. Snap je? Onze overheid is goddeloos. Die zit ons lastig te vallen met gezeur over DNA. Het, het is zo dat jij schrijft... Met jouw ervaring. in je DNA. Er wordt wel gezegd over het DNA. van ja, het effectieve deel. is ongeveer 10%. en de rest is kladpapier. En die mensen hebben helemaal gelijk. Kortom, uh, iemand die verwekt is. Doordat een vrouw is meegesleurd de bosjes in. Dat is. Uh, dat is een rare. Dat betekent niet dat je dan die persoon ook maar moet vermoorden. Net als een albino. Want die klopt niet. Want die is verwekt tijdens een verkrachting. Dus dat kan niet deugen. Ik zeg je, het is. eh. Uh... Huh. Dat is lullig voor die vrouw. En die man gaat betalen. Als we leven in een rechtvaardige samenleving. dan mag je best een meisje grijpen. Dus je, je komt uit Mokronia... En je, je grijpt een Hollands meisje. Een machtige jongen. En dan komen we langs. En dan ga je de zoutmijnen in. Of wat anders? Ja, betalen. Rechtvaardigheid is iets wat wij niet meer zo goed begrijpen. Het gaat om het kind. De, de kind daar wordt voor gezorgd. Dus wij moeten zorgen. Voor onze kinderen. Zoals wij willen. Dat God zorgt voor ons. Misschien is het tijd voor een nieuwe Onze Vader. Dat leidt ons niet in verzoeking en. blablabla. We verlossen van het kwade. Dat doen dat we niet meer. En dat wij alleen nog maar bidden. voor alles hetzelfde. Uh, behalve dat leidt ons niet in verzoeking. Daar hebben we helemaal niks aan als volwassenen. Niet meer, hoop ik. En dat wij dan bidden, in plaats van dat, dan bidden wij uh, zorg voor ons, zoals wij zorgen voor onze kinderen. Oog om oog, tand om tand. En dat je schrijft in je DNA dat is. Vastgesteld bij herhaalde experimenten met planten en dieren. Nog niet bij mensen. Dat zou ik ook niet adviseren. Ze hebben dieren en planten mishandeld en geconstateerd dat de mishandeling meetbaar was, de gevolgen van de mishandeling meetbaar was. Tot in meerdere generaties. Het ligt eraan hoe lang je de mishandeling door laat gaan. Daar moeten ze nog onderzoek naar doen, maar het gaat om meerdere generaties. Dus als je een mens mishandelt, of dat je een mens confronteert met rare dingen, dan gaat het DNA veranderen. En als een mens dan kinderen krijgt. dan, dan gaat dat, dat plaatje. dat beeld, zo moet ik het zeggen. Dat beeld. dat, dat gaat in het DNA door naar het kind. En het kind dan wordt wakker. en die denkt: ja, wat voor een boek heb ik van binnen? Dat kind wil leren wat voor karma het heeft. Maar waar gaan we beginnen? Wat zijn de aantekeningen. van papa. En van mama. En kan ik er überhaupt pindakaas van maken? Dus je moet je kind de kans geven. Dus je mag geen seks hebben als je ruzie hebt. Punt! En wat ik ook niet zou doen, dat is dat je, dat je met je vrouw afspreekt: we gaan ons eerst de pletter suipen. met iedereen erbij. En dan zijn we doodop. En dan gaan we het doen. Dat vind ik ook een slecht idee. Ik heb liever dat echte lieden. Dat die zelf weten dat ze echte lieden zijn. En als het dan uh, goed gelukt is en het rijdt allemaal lekker en uh, elke dag lekker pompen en dan houden we ergens een feestje. En dan hebben we ook nog een keer seks. En een goede seks alsjeblieft. En dat je ook weet hoe dat moet. Weet je dat seks veel te maken heeft met overgave. Of is seks hetzelfde als overgave? Ja, ja. Kijk, ik heb dit voorbereid. En ik lees nu een stukje voor uit de Koning Jacobus-Bijbel. En dit is uit Genesis. En het gaat over het stukje. Dat is vers 24 van. Even spieken. 9. Hoofdstuk 9. Hoofdstuk 9, eerste boek van Mozes. En daarvan vers 24. Dus wat we gehad hebben. Is dat de zondvloed geweest is. Noah had drie zonen. En die heetten. Daar gaat het om. De eerste was Shem. De tweede Ham. En de derde Javet. Drie zonen. Zijn oudste was Shem. De jongere was Ham. En de jongste was Jafet. Nou, na de zondvloed. ging Noah een wijngaard beginnen. Dat leek hem een goed idee. En toen. Nadat hij van de wijn genoten had, lag hij in zijn blote bips in zijn tent. Dat kan je die man niet verwijten. Hij lag niet in zijn blote bips in het maïsveld, zoals uh, Paolo Pasolini. Hij lag in zijn tent, een. Covered. Dus er staat niet naked, er staat uncovered within his tent. Vers 21. And he drank of the wine and was drunken and he was uncovered within his tent. Dan komt vers 22. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without. Snap! Je deze? Het ja, is mij ooit verteld dat uh, Noah die. Te veel gesopen van de wijn. Die lag schaamteloos. En Ham... zag... De, de, die zag dat zijn vader bloot was in de tent. En die zei tegen zijn twee broers... nee, pa ligt in zijn blote reet in de tent, man. Hier klopt iets niet. Hè? Er is een verschil tussen uncovered en nakedness. De nakedness of the vader. Of de nakedness, de naaktheid van een man staat gelijk. Aan de naaktheid. Van zijn vrouw. Dus ik, dit is. Uh, dit is bijbels. Hè. Deze teksten moet je heel zorgvuldig lezen. Kijk, jij bent een van de drie zonen van, uh, van Noah. Hè. En dan je pa, die heeft niet alleen de hele wereld gered. er was ook lievelingetje van God. En die dacht van, kom, ik ga lekker aan de zuipen. En je vader ligt in zijn blote reet in de tent. En daar ga je konden van doen? Aan je broers? Waar ben je mee bezig? Je hebt toch wel wat beters te doen. Dan, te kijken naar de, dan dat je de kijkt naar de blote piemel van je pap. Het ging hier om Noah. En ham hij heeft al. Dit is was, een stupido. Nou, vers 23 is dat Shem en Javed, die hebben wat gedaan. Ze hebben een ritueel uitgevoerd. En die hebben dat verteld, of Noah wist het. En toen zei Noah, Kanaan, dat, zijn de, dat is het volk. Wat zou volgen uit Ham. Kanaan. Is vervloekt. Dat komt vanwege het DNA. Hier waren kinderen in het spel. Ja, maar Piri. Er zat helemaal niet. Als zo... jij nee, nou zegt. Dus uh... Jij zegt dus eigenlijk. Dat Ham. Die heeft kinderen verwekt bij zijn moeder. Ja, zoiets. Ham was een motherfucker, in de slechte zin van het woord. Ja, een man die seks heeft. Het gaat over racisme en DNA. Hè? Een man die seks heeft en die heeft goede seks. Die maakt een vrouw tot moeder. Dus een goeie man. is een moedermaker. In de zin dat je bij echt man. Kom op met die vrouwen. Ik maak er allemaal moeders van. Ik ben de moederfokker. Ja, ja. Snap je? Maar dat was Ham niet. Ham die. Uh... Die zag dat zijn vader besopen was. En die zag de naaktheid van zijn vader. Jojo. En dan zegt Noah: vervloekt is Kanaan. Dat is alles wat eruit volgt. Hè? Een dienaar der dienaars. Zullen ze zijn. Slaven. En hier komt het verhaal vandaan dat de Bijbel dan zegt dat uh, zwarte mensen niet deugen. Serieus. Het slaat nergens op. Wat de Bijbel ons vertelt, is dat DNA dat. Het is, uh, is, wat ik net zei, het is een brief. Het is je innerlijke brief. Het is hoe je bent. Het is een momentopname van je papa en je mama. Het is een foto van je papa en je mama op dat moment. Want was je op een ander moment verwekt, dan was je anders geweest. Van binnen. Met je DNA. En het is elke keer weer een gokje. Dus er is het begrip twee-eigen-tweeling. Dan heb je uh, je vader, die is een grote kwak. Zo... En dan heb, je, dan heb je een broertje, maar die heeft zwart haar. Oh, ze leken helemaal niet op elkaar. Dat is DNA. Je weet het nooit. Het enige wat je weet is dat de Heere heren wil... dat jij een beetje doet tegen andere mensen... zoals jij wil dat andere mensen tegen jou doen. Dacht ik. Gedraag je een beetje... Het is vastgesteld bij dat ze de, de Negroïde mensen van Amerika. die kregen extra schoolhulp. Van, sta, van de staat. Want die kinderen. die konden helemaal niks op scholen. En werd er gezegd. ja, dan moeten we die mensen meer helpen. Dus ze kregen die kinderen. van Negroïde mensen in Amerika. die kregen extra. Dat helpt geen donder. Dat is vastgesteld. Het helpt geen donder. Het maakt geen indruk. Het heeft geen inslag. Het is nutteloos. Het kost geld. Tijd en aandacht. En materialen. Maar dat DNA: dat gaat er niet van veranderen. Je kan niet aan kinderen verkopen: die hebben een dus slecht DNA. Dat noemen ze dan zo, hè? Want die kinderen hebben geen taalvermogen, de rekenen, en ook nog vervelend op een schoolplein. Het is nogal uh, irritant gedrag. En dan gaan we repareren met geld en aandacht. Hoe kom je erbij? Om het maar hard te zeggen. Je moet die negers laten verrekken. En die blanken ook. Laten we eerlijk zijn. We moeten onszelf allemaal laten verrekken. Iedereen kan verrekken. Ons interesseert helemaal niks meer. Wij zijn trooster. Wij bieden comfort. lavendellucht bijvoorbeeld of wierook op zijn tijdje dat dat stuurt je dna En ik ben dan voorbij die leeftijd dat ik geen uitzicht meer heb op behalve ja, iemand als Emil Raatelband. op, maar die heeft zoveel geld. En die is nog toe aan kinderen. Ik vind dat goed. Er wordt geklaagd over die kinderen van Emil Ratenband. Van ja, die ene. Dat vind ik toch een beetje rare gozer. Maar mij maakt het niet uit. Kijk, jij hebt jouw DNA. En dat is het dus. Het kan veel zijn of weinig. Of je hebt ogen Of je hebt oren. Of je... je bent zo zwart als de nacht. Of. Uh... Je bent zo'n vreedmonster. Dan word je heel dik. Oh, als ik maar te eten heb, is alles goed. Ik moet heel veel fruit eten. Die mensen die dat zeggen, die heel veel fruit moeten eten. Wat een onzin. Je moet helemaal niet veel eten. Je moet zo min mogelijk eten als CO2 neutraal. Kijk, laten we het hierover hebben. Ik vind ook van dikke mensen als ze maar niet dikker worden. Als je gewoon lekker stabiel bent je bent happy, houd het zo. Ook niet afvallen. Niet doen. Wees voorzichtig met jezelf. En geniet van het leven. Want het is uiteindelijk ook het beste voor jezelf. Hè? Dat je ook zo leeft alsof je elke dag seks kan hebben. En dan krijg je een kind. En het is dan ook een lekker kind. Dat gaat om je DNA. Be happy. En uh, neuk. Waar mogelijk. Geef de blijde boodschap door in jouw blijde DNA. En hou op met zeuren over Mark Rutte. Dat wordt helemaal niks. Napoleon Bonaparte. Die dacht ook dat hij lekker bezig was. Pim Fortuyn dacht ook dat hij lekker bezig was. John F. Kennedy dacht ook dat hij lekker bezig was. Abraham Lincoln dacht ook dat hij lekker bezig was. Iedereen gaat dood. En het leven gaat door. Wie? En dat God daar, dat is de wil, de wil heeft dat DNA. Ja, namin, we maken het. Uit. Ik weet heel goed dat, dat mensen uit Afrika, dus het hele gebied, dat is een enorm groot stuk van de aarde, daar staat geen enkele bibliotheek. Het schijnt dat in Kenia, of in Mombasa of whatever, ...daar hangen de straten helemaal uh, allemaal kabels met internet. De, daar leggen die mensen dus hebben ze geen wifi, hebben ze TCP/IP en, en, en dan hangen ze die, die TCP/IP kabels. <laughs> Hoe noemen we dat? UTP? Ja, de, 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 de coax uh, kabel, maar dan anders. Een Coax is met een beschermhuls eromheen <laughs> en, en je twist het. Zo dat. Twisted coax. Twisted gedraaide. Dan dus heb je plus en min. Er zijn gewoon alleen maar twee. Blububub, en dan, uh, dan maak je een spoel. We hebben zo'n twisted per internet. We hangen daar door de straat heen. Afrika heeft nooit bekend gestaan dat het iets opleverde. En weet je waarom dat is? Omdat Afrika, daar kan je twee keer per jaar kan je daar oogsten. In Afrika is het leven makkelijk. Maar niet in uh, Noorwegen. En ons DNA is aangepast op de Noorse, de noordelijke omstandigheden. Er zit in ons DNA helemaal vergrendeld. Wij weten van aanpakken. De, 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 de Negerowiede mensen met hun, uh, hun uh, zonne-DNA of zo. Uh, die, die spreken ook daadwerkelijk van: maak je dan niet zo druk? Moet je naar nou kijken. Je leef je op Aruba. En, en als je vis wil eten, dan moet je gaan vissen. Wat is er nou aan de hand in het leven? Je was uh, morgens een beetje op tijd, een beetje op tijd opstaan... en dan loop je naar buiten en je, je krijgt wat vruchten... en weer een bootje en dan ga je vissen. Allemaal van die tilapia of wat er ook maar op de te zwemmen. En dan heb ik een net en, en dan ga je weer terug naar de kust... En, en dan lever je dat af met de vrouwtjes en die doen de knoflook op... en uitjes en, en dan barbecuen en dan gaan we vuurtjes stoken... en de volgende dag gaan we weer vissen. Dat hebben wij hier niet. Dat is geen kwestie van racisme en dat bestaan. Bestaat niet hier. Dat kan alleen maar in Aruba of in Suriname. Maar niet hier. En wij zijn allemaal mensen. En wij als Hollanders moeten eerlijk toegeven dat als wij opgegroeid waren op Aruba. Dat we er ook zo over hadden gedacht als die Arubanen. Want je gaat morgens een beetje vissen. En s'avonds is er eten en uh, ja, soms is het leuk. Met een vuur. Dat zouden we ook toch doen? Wij zouden ons gelijk aanpassen. Dus wat ik zeg, dat als er twee blanke, puur blank, voor mij wat albino's. Twee albino's, die zeggen, nou, we zien het helemaal zitten. Maar we willen wel gewoon lekker een zonneschijnleven hebben. Dus we gaan met z'n tweeën naar, zeg maar waar, hè. En dan gaan ze wipperen, wipperen, wipperen. En dat moet dan, dat kost zes, zeven generaties of zo. En dan zijn die kinderen ook braan. Dus hier in het noorden hebben wij blauwe ogen en een blanke huid. En in het zuiden hebben wij. Wij. De mensen die één zijn. Hè, namelijk, de mensen zijn één of ze zijn helemaal niks. Wij, de mensen die één zijn. Wij, wij passen ons aan. We hebben last van Babylon. Dat is iets heel anders. Dat is goddeloosheid. Wij hebben last van goddeloosheid, maar dat hebben ze overal. Je kan niet zeggen... Goddeloosheid en huidskleur heeft niks met elkaar te maken. Je kan eerder nog zeggen dat de, de, de bruinaus in een goddeloosheid... Dat, uh, dat levert minder schade op dan de blanke. En dat is hooguit een sociologisch-economisch verschijnsel. Dat heeft te maken met de liefde voor het geld. En de liefde voor het geld is de bron van alle kwaad. Echt heel mooi deze, over racisme en DNA. Oh, dan moet ik ook alles nog uploaden. Hé, hey, tot de volgende. Doei.